Het liep allemaal weer eens anders dan dat ik had bedacht. Hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Het is maandagmiddag en the day has finally arrived. Ik ga op Athos rijden. Daan, wat vind je daarvan? Leuk dat jij hem gaat rijden. Ja, vind je het leuk? Ik vind het leuk. Nou, mooi. Ik ben blij dat jij het leuk vindt. Ja. Nou, ik vind hem wel leuk, want ik zei voordat jij corona kreeg al dat ik hoopte dat ik hem een keer mocht rijden. Als soort fangirl. Ga jij hem nog kijken naar mij? Of niet? Nee. Je laat me helemaal alleen. Ja. Ik moet ook zelf opstappen. Ja? Oh. Ja, oké. Okay. Ik ga jou bellen als jij klaar bent. En dan kan jij misschien ook misschien een stukje filmen. Oké, okay, let's go you. Linker schouder, hè? Ja. Alles, je vraagt en je wacht even op antwoord. Je vraagt en je wacht even op antwoord. Zo, ja. Zo, je wil dat die jonge paarden het echt zelf doen, zeg maar. Zonder dat je ze... Ja. Ja, daar gewoon een beetje naartoe blijven rijden. Totdat hij zakt. Zo, maar wel te volte. Dat hij een beetje dat binnenachterbeen eronder houdt. Je moet op de jonge paarden een beetje handig zijn. Zo, ja. Ja. En als je voelt dat hij voorwaarts is, kun je meteen weer in je zit een beetje terug. Kijk, dit gebeurt niet zo heel erg vaak. Daan staat gewoon mijn paard af te verzorgen. Oké, dit moet ik gewoon even... Ik hou dit even graag vast. Jij moet het even vastleggen. Ja, ik moet hier gewoon even... Ik heb het overleefd en ik vond het ook echt heel erg leuk. En ik heb zelfs gereden in de buitenbak en het was echt... Nou, de, zeg maar, je hebt de buitenbak, dan heb je de weg en dan heb je een kas. En die kas is aan het afbreken. Het is echt... Teringherrie. Dus ik vond het wel een beetje lastig om me te concentreren. Want het is alleen maar, je hoort alleen maar wind, slijptollen, machines, vrachtwagens. Dus dat was wel even... Ja, ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar ik vond het echt heerlijk om te rijden. Dus dat ga ik nog even doen. Zeker nu Daan nog aan het herstellen is van haar corona perikelen. Blijf ik Athos even voor Daan bijrijden. Oké, wat gaan we nu doen? Vertel het eventjes aan onze kijkbuiskinderen. We gaan even kijken hoe Next loopt. Weten ze wie Next is? Nee. Dus dat is een verrassing. We gaan even kijken hoe Next loopt. Wie is Next? Ik ga dat vertellen in de voice-over terwijl we kijken hoe Next loopt. Next is het veulentje van Just. Haar volledige naam is Next Way. Net als dat Just haar volledige naam Just My Way is. Next is geboren in 2018 en is nu 2,5 jaar. Ze is nu van de winter bij ons op stal en gaat van het voorjaar weer naar de wei. De vader van Next is de hengst Verdo. Ik zit weer zonder zadel op Justy. Ik ben echt zo blij dat ik lekker met Just zonder zadel kan wandelen. Nu hebben we heerlijk lekker 3 kwartier gestapt. Huh? Dat is toch beter als dat ik niet meer dan 5 minuutjes red. Oh, we gaan zo eens het stallicht aanzetten. Het liep allemaal weer eens anders dan dat ik had bedacht. We moesten weer even een switch maken hier in de stal. Het stond net allemaal zo lekker, maar goed. Er kwam dus een nieuwe PRE. Want we hadden er 1, dus toen moest er natuurlijk nog 1 bij. Nou, hij is niet van ons hoor. Hij staat hier voor te rijden en voor de verkoop.
Hij zou eigenlijk naar de lange gang binnen gaan, maar nee, dat weet ik. Ik wist dat het een hengst was, maar hij stond gewoon daar op stal, stond hij naast de merries. Maar hij kwam hier uit de stal en hij dacht, hey, hier ben ik. Dus dat, ik denk, nou, dat is niet verstandig om die in de lange gang te zetten. Dus die hebben we even in de stal van Decibel gezet. Laat jezelf eens even zien. Oh, kijk eens, knapperd. Hallo. Hallo. Vind je het spannend? Net zonder nog te knuffelen. Oh, hij moet nog wennen aan de camera. En Daan gaat hem morgen rijden. Vorige keer kwam mijn Spaans niet verder dan paella. Maar toen zei Daan... je hebt toch La Casa de Papel? Dus nu hebben we echt legio namen. We kunnen nog 100 Spaanse komen. Dus deze die heet nu El Profesor. Goedemorgen. Het is... Wat is het vandaag, Daan? Het is dinsdag. Kijk waar Daan op zit. Ik had gisteren had ik even laten zien dat we de stal bij ons een beetje gewisseld hadden. Omdat de hengst was gekomen. Dus ik denk, nou, ik zal hem van de week ook even een beetje meenemen in de video. Kijk eens hoe knap die is. Ik heb stukjes gefilmd van het rijden, dus die gaan jullie nu even zien. Je weet nooit. Je weet nooit. Gaan we dus naar links. Goed zo. FaceTime met Bastiaan. Echt, hè? Goedemorgen, het is woensdagochtend en hier op de achtergrond zien jullie Robin met mij Sarah. Die is vandaag voor het eerst in de binnenbak. En dat gaat echt super goed. Kijk ze lekker gaan. Ja. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik heb helemaal zin in het leven. Dit is mijn mantra voor vandaag. Nee hoor, ik heb wel zin in de dag. Ik heb van de week iemand gezien die zei, je moet elke dag tegen jezelf zeggen als iemand vraagt hoe het gaat. En die zegt, het gaat geweldig. Goedemorgen, het is vandaag woensdagochtend en het gaat geweldig. Zo? Ja. Oké, nou. Dus je moet niet zeggen het gaat geweldig, maar het gaat geweldig. Oké, nou. Dus dat je echt van overtuigd bent. Oké, nou, het gaat tot ook vandaag wel geweldig, want alles loopt gewoon goed. Ik ga weer aantils rijden, dat gaat geweldig. Voor de rest zijn wij vandaag druk met klanten, want we hebben een aantal paarden voor die momenteel te koop staan. En daar komen vandaag mensen voor kijken. Dus daar zijn we druk mee. En wat ga je nog meer doen, Daan? Zou ik ook even de stal bezig? Ga jij even lekker de stal bezig met mij? Ja, het is ochtend, dus dan is het ook niet. Maar ik denk trouwens dat ik even de strook kan halen. Want ik weet zeker dat ze precies strook om even sms'en zijn. Ja, en dat is niet zo geweldig. Oké, let's go. Ga jij een stukje filmen van mij als ik op avond aan het rijden ben? Ja, ik ga even. Oké, leuk. Stap eens door. Ik heb Atos even in laten stappen in de stapmolen. En dan doe ik hem toch nog eventjes twee telletjes aan de lontje. Want zoals ik van de week ook al had gezegd, zijn ze hiernaast nog steeds druk bezig om de kas af te breken. Dus er is best veel, er gebeurt best wel veel. Oké, ik denk... lekker zonnetje. Ik denk dat het tijd is om op te stappen. Kom maar, jongen. Kom eens aan. Ik heb het overleefd. Hoi, wil je ook op beeld? Nou, liever niet. Ik heb het overleefd. Het ging echt hartstikke lekker. Daarom in het begin even geholpen. Dan dacht ik even, oh ja. Plezier! Kijk eens even hoe braaf die is. Vrachtwagens. Ah, niks uit. Wil je het ruiten paardje? Nee, het enige wat hij spannend vindt is het gras. Lekker in de zon. Vrachtwagens. Oh, bro, vrachtwagens.
Ja. Oh. Ja. Kippen, ik snap dat jullie lekker in bad zitten, maar mag ik de bak in? Joe, kippie, bakkenbak. Bakkenbak. Hé, hey, hallo, je gaat gewoon weer terug. Hallo. Nou, we hebben vrijbaan. Kom, Justy. De kippen die zijn weg. Ik denk wel dat ze zo weer terugkomen, kijk, want ze zitten daar. Volgens mij te wachten totdat ik weg ben. Ik ga lekker Justy rijden. Ik ga morgen weer voor het eerst op les. We gaan wel een half uurtje lessen, niet een uur. Vooral voor mijzelf. Justy ging heel erg fijn. Ik heb, omdat we morgen gaan lessen, vandaag niet te hard haar aan het werk gezet. Maar lekker een beetje lang en laag, los door het lijf. Ik ga nu alvast eventjes mijn hoofd poetsen en straks op het zadel. Dan is dat alvast klaar voor morgen. Kijk, ik heb het bit al helemaal schoon gemaakt. En nu lekker vetten. En dan ga ik zo nog even mijn zadel poetsen. Maar eerst ga ik even Decibel rijden. Steve's Decibel van staan het longeren in de buitenbak. Dus daar kan ik zo op. Decibel was knap. Guten Mittag. Guten Mittag. Oh nee, viva Espanol, please. Ja. Ja, dit is even de grap van de dag. Dat moet ik even aan jullie vertellen. Want ik was de Spaanse paella was ik aan het longeren. En die wilde niet in stap. Dus toen ging Robin even, ons broertje, even opzoeken wat dat was in het Spaans. Dus toen zei ik dat. En toen ging hij daadwerkelijk stappen. Of dat nou een gelukje was of dat hij mij echt hoorde, begreep. Dat laten we in het midden. Wij zijn onderweg naar het les. En we gaan weer een keer samen lessen. Dus Daan gaat lessen met Just. En ik ga lessen met Cas. En aan uw linkerzijde ziet u Cassen. En aan uw rechterzijde ziet u Cassen. Als u rechtdoor kijkt, ziet u ook Cassen. Kika Casimiros. Hallo, vriendje. En daar is mijn vriendin, Just. Daan is heel op het paard. Die is alvast begonnen met Gerdien. Omdat Daan natuurlijk nog niet zoveel kan. Rijdt ze een half uurtje, misschien 20 minuten. Net even een beetje wat ze aan kan. Maar dat ze toch wat handvaten heeft om van de week mee aan het werk te gaan. En ondertussen ga ik mijn knappe vriend klaarmaken. En wij komen er niet onderuit om keihard aan het werk te gaan, denk ik. Mooi hoor! Thank you.
beste. Belonen. We zijn er weer. Dat was echt een heel fijn lesje. Ik ben echt super blij met hoe het ging. En super blij met Cas, hoe die het doet. Ja, top. Heel blij. Kijk, Lizzie wil ook een minute of fame. Hoi Lizzie. Hoi Lizzie. Hallo. Ze zijn al druk bezig met het vlakken van de bak. Dat gebeurt eens in zoveel tijd. Dat is een trekker. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom ben ik nou zo vroeg op stal? Meiden zijn ook al mee. Er komen zo meteen mensen kijken bij een van de twee Spaanse beestjes. En daarna ga ik alvast de paarden rijden. Want we hebben een busy day. Daar licht ik jullie dadelijk verder over in. Ik ga nu even alle witte spulletjes klaarleggen. Kijk, grote hulp vanmorgen. Het eerste ding van het lijstje van vandaag is afgewerkt. Er zijn net mensen geweest kijken bij Paella. Nou, dat ging hartstikke gedrogen. Dat ging hartstikke goed. Hij gedroeg zich ook top. Nu heb ik Cas ondertussen opgezadeld. Die staat in de molen. Die meiden die willen nog even op boy rijden zonder zadel. Dus dat gaan we nog even doen. Vervolgens moet ik dan even de taart op gaan halen voor Jolie. Want die is maandagjarig. Dus dat vieren we dan alvast een klein beetje vandaag. Want ja, we mogen natuurlijk helemaal niks eigenlijk. Dus vandaag mensen, morgen mensen, maandag mensen. En ik ga ook nog lesgeven. Ik moet ook nog even de video editen voor morgen. Dus... Nee, je hoort hem ergens uit. Je moet ergens uit. Lekker bakkie. Hey Jolie, is er zand op je broek? Waarom komt dat? Hoe komt dat? Ah. Oké, we gaan vandaag echt iets heel leuks doen. Ik en Steve gaan samen naar het bos. Ik op ASO, Steve op Athos. Met Athos zijn we toen vorige keer na de wedstrijd al een klein stukje terrein af geweest. En die was sowieso heel lief. Dus we hadden eerst gedacht, we nemen iemand mee waarvan we weten dat het paard braaf is. Maar op zich, Athos die was vorige keer heel stoer. Die keek nergens naar en die liep heel makkelijk gewoon alleen het wempad op richting het bos. Dus ik denk dat we het samen kunnen. Aso is er klaar voor. Die gaat nu eventjes in de stapmolen alvast instappen. Kijk eens even hier. Er staat knap Athos al voor mij klaar. Ik heb Cas afgezorgd. En ik heb de kinderen even naar huis gebracht, zodat ik even lekker een ontspannen, rustig buitenritje kan maken. Althans, dat hoop ik. Ik ga vandaag voor het eerst naar buiten met Athos. En daarna voor het eerst met Aso. Dus het kan heel leuk worden. Het kan ook een drama worden. We zijn onderweg. Joejoe. Aso heel stoer voorop. We zijn in het bos gearriveerd. Ik leef nog. Steve is echt een bange scheiter, joh. Als je bedenkt dat Steve vroeger bij alle buitenritten altijd voorop ging, keihard. Steve zit nu bij alles. Hoe? Hij vindt het eng. Huh? Oh, takkie. Het lijkt dat jou vol wakker. Ja. Maar weet je waar dat komt? Ik heb gewoon lange teugels. Oh, maar. Waar ga je heen, meid? Anders lijkt het alleen alsof ik alleen op buitenrit ben geweest. Nee, ik was er ook bij. Sorry, kajak. Oké, dit is wel eventjes een heel leuk momentje. We hebben hier... Oh, die is zojuist begonnen met een gat graven. We hebben hier Next.
En next. Wajo! Next. Is het veulentje van Just. En Kiar is dan natuurlijk haar oom. Dus we hebben hier een kleine familiereunie. Dat was weer de weekvlog voor deze week. Ik vond het echt een heerlijke week. Fijn geles met Cas en natuurlijk een buitenrit gemaakt met mijn toppertje. Dat ga ik zeker vaker doen. Volgende week weer een superleuke week. Dus vergeet niet even te liken en te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan weet je als eerste als er een nieuwe video online staat. Tot volgende week. Doei!